Matthijs onder andere mee voorin. Dit is Sneijder en daar Van Persie. De 1-0, want iedereen kijkt naar de grensrechter en die houdt de vlag naar beneden. En dus komt het Nederlands elftal in de 32e minuut op 1-0 via Robin van Persie. Helemaal vrij. De corner nemen, ze hebben een man uit. Nou, dan is de ingedraaide bal van Sneijder is geweldig. En de afwerken identiteit van Robin. Van de Vaart. Van de Vaart. Dan ingesloten bijna, maar dat is fantastisch. Dit is 2-0, ja. Geweldige actie. Geweldige paas van Sneijder op Van de Vaart. Die krijgt de bal geweldig laten lopen en dan terugtrekt op Robin. Dat moet als heerlijk zijn om bij zo'n team te mogen horen. Waar het zo snel gaat. Waar iedereen elkaar zo goed kan vinden. Het lijkt toch een uitzichtsloze positie waar Van der Vaart daar bij die achterlijn terecht komt. Dit is Sneijder. Dit is een briljante bal. Nou, wat je nu ziet is dat 9 van de 10 spelers de bal proberen te leggen op Kuit. Op de deze bal af te nemen. Die bal leg je op gevoel daar neer of weet je dat er iemand komt? Nou ja, ik denk dat hij hem misschien nog wel gezien heeft ook, maar ja. Oh! Ja, die is er ook aardig in, zeg. Dat is een beste pegel van Kim Kelström. En dan heeft Vorm heel snel zijn eerste tegentreffer te pakken. Die we overigens niet echt op zijn konto kunnen schrijven, want hier kun je als keeper niet heel erg veel aan doen. Nou, ik vind niet dat hij er goed uitziet. Ja, je hebt wel gelijk. De bal vliegt niet in de kruising, wordt in de kruising geduwd eigenlijk door. Dus ja, dat is een lullig begin voor hem.